Galop. Galop. Goed zo. Goed zo. Mensen denken natuurlijk dat hij heel grote bek en dit en dat, maar hij is wel heel zachtaardig en hij is ook heel rustig. Lief, hè? Is lief, hè? Ja, is lief, hè? Ik wist wel wie hij was, maar eigenlijk ken ik hem meer van zijn gekke interviews. Nou, gewoon je helm opzetten en je motor starten. Dat is het enige wat je kan doen tegen die gasten. Kijk, je zegt wel eens vaker wat en dan heb je weer spijt, weet je. En dan denk je van ja, waarom heb ik dat nou weer gedaan of gezegd? Het irriteert me mateloos als er continu verslaggevers zijn die zeggen vechtlus dit, vechtlus dat. Ik vind, wij hebben gewoon beter gevoel dan de tegenstander. Denk van joh, wat ben je nou aan het doen, joh? Kap alsjeblieft met dat vechtlust en dit en dat. We hebben gewoon goed gespeeld. In zijn voetbalcarrière was hij natuurlijk ook best wel al fanatiek en schreeuwerig. Echt, jongen, wat... Nou, ik moet leren echt mijn bek houden, want dit is zo irritant, jongen. Wat kan die man het bloed onder je nagels vandaan halen, zeg? We speelden vroeger dammen, nou, dat wil je niet weten. En dan zag hij dat ik won en al die steentjes gingen opzij. Hij zegt, ik niet winnen, jij niet winnen. En dat was Sjaak. En wij zien ook wel die andere kant, Sjaak als mens. Genoeg geweest, hè, meis? Hij doet zich misschien een beetje voor als een man met praatjes. Anti-voetbal wat ze spelen, man. Maar het is een man met een hart van goud. Ik ben helemaal niet lastig. Als ik zeg nee, dan is het gewoon nee. Kom maar. Kom maar. Gewoon zo. Goed vasthouden. Hallo fans van ADO Den Haag Vrouwen en ADO Den Haag uiteraard. Sjaak Polak hier. Nou, ik kan jullie in ieder geval vertellen dat ik een jaar langer mag blijven bij ADO Den Haag Vrouwen. Uiteraard ben ik er heel erg blij mee. En ja, we missen jullie enorm. Want zoals je ziet hier, leeg stadion, dat is niet zo leuk. Maar we proberen voor jullie ons best te doen, dus blijf ons steunen. Dank jullie wel, ik zie jullie snel. Hoi, hoi. Dit is de straat waar we eigenlijk zijn geboren. Een oude buurtje weer, dus dat is wel lachen. Hier hebben wij dan gewoond, zeg maar, met mijn oma en mijn oom. Maar het is allemaal zo veranderd, dus... Maar dit is dan ook weer, weet je, dan kom je hier. Hier is het begonnen. Hier gingen we altijd voetballen en toen was dit nog geen kunstgras. Maar dit was gewoon asfalt. En dat hek daar, dat weet mijn broertje ook wel. En hij reed op mijn... Citatje. Op mijn Cita. Splinternieuw. Dat noemen ze Cita Gilera. Was tegenwoordig helemaal in. Ja, mag ik dan een stukje rijden? Ik denk, nou, dan laat ik hem hier rijden. Wilde hij een bocht maken, zo. En hij hield dat ding niet meer. Dan reed hij zo de spijl in. Ja, toen had ik even een probleem. Toen dacht ik, ja, en nu? Ja, toen heb ik hem wel even achterna gezeten. Maar dat heb ik met jou ook, hè? Hij was helemaal gek van doe maar. Maar voordat de bom valt, ging hij op lopen springen op mijn hoofd slapen. Ja. Nou, ik had het ding 2 dagen. Krak, bam. Gaat hij er zo dwars heen, zeg. En toen ben ik helemaal kracht aan gegaan. Moeten ze dat nummer niet draaien. Ja. Altijd excuses, hè. Ja. Want je ziet het weer, hè. Ja, als het voordat de bom valt, ja, dan gaan we vallen. Ja, dan... Ja. Maar we kwamen dan ook we dansen. Altijd, we kwamen altijd voor elkaar op. Dat staat wel bovenaan, zeg maar. Zo. Hij is dol op haar, hoor. Echt. Hij had niks met paarden, hè? Totdat hij haar voor het eerst zag. Want hij had haar eerder gezien dat ik had gezien. Want we waren op zoek eigenlijk naar een paard. Toen ging hij kijken, want het was een Berkel-Rode reis. Hij zegt, oh, dit is helemaal fantastisch. En hij heeft helemaal niks met paarden. Hij zegt, nu moet je komen. Hij zegt, ik kom je ophalen, nu moet je komen kijken. Dit is er een, zegt hij. Nou ja, ik zag verliefd. Hij... Ja, dat is echt heel leuk. Ja, het is heel leuk. Zij heeft toen ook heel veel met haar gedaan. Ze is gewoon echt heel lief. En hij is toch soms onrustig. Oh, oh, en dat heb je toch heel vaak met paarden. Hè? Dat mensen dat ook vaak voor therapie en dat soort dingen doen. Ja, hij komt gewoon ook tot rust bij haar, zeg maar. Ja. Het is wel bijzonder. Draaien, draaien. Hup, kom, draaien. Zo, ja. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Hé, hey, dat is mooi, hè? Ja. Hé. Hey. Ga mee. Kom. Kom. Kom dan. Zo, vol in je face. Kom maar.
Kom maar. Het is best lekker weer nog. Eerste paar maanden was moeizaam. Nou, toen heb ik één keer een bijeenkomst gehad. En gezegd, luister, ik heb alles op mijn flap overgezet. Ja, en sindsdien is het voetbal weer teruggekomen. Good morning, good day, good day, good day. Ik denk, je hebt een nieuwe goudvisser gehad. Kijk eens even. Nou, we kunnen proberen om een goudvis in... Nou, dan kunnen er gewoon 2-3 in, hoor. Nee, helemaal niet. Pas. Klein kookhoud. Zo. Sjaak, het AD. Onder embargo. Mag je gewoon praten? Wel netjes praten, Sjaak. Sjaak. Hallo. Ja. Ja, ik kan het wel uitleggen waarom. We zijn goed bezig. We maken stappen. Ik denk dat de sfeer uitstekend is bij ons. En ADO is niet meer makkelijk te verslaan. Ja, alles zit op dit moment gewoon mee. En ja, we zijn met onze staf gewoon geweldig bezig dit seizoen. Ja, dat hopen we... Ja, volgend seizoen nog beter te kunnen doen. Gefeliciteerd, hè, Sjaak? Ja. Ja, leuk. Ik leuk. Zal ik met Erik overleggen en dan hoor je dat van mij, ja? Ja, ik ben ook wel blij, hoor. Dan kan je tenminste gewoon een beetje normaal over straat. Maar ik weet nog even niet wat ik... Ja, je wordt er gek van. Hier pers bellen, wat ga je doen? Ja? Buitenlandse clubs, ja, kunnen we praten? Maar ja, ik was al een tijdje akkoord met de club. En er staat nog even iets van waar je... Maar ja, je kan dat nog niet zeggen, weet je. We waren heel druk bezig om naar die play-offs te gaan. Goed dat je nog een jaartje blijft, jongen. Zeker, zeker. Mooi bossie. Lekker. Michelle die had altijd zoiets van... ik zou altijd wel een eigen zaak altijd willen hebben. Ja, toen zijn ze eerst begonnen met wat tweedehands kleding. Ja, toen heb ik gezegd, dat moet je niet doen. Dat moet je niet willen. Nou, na heel veel discussies zijn ze toch overstag gegaan. Alles eruit, opnieuw begonnen. En uiteindelijk is dit uiteindelijk het resultaat. Hè? Van iets kleins beginnen tot naar iets groots. Ja, daar zijn we gewoon ontzettend trots op. Ja, en wat we hiervan gemaakt hebben... Ja, het is eigenlijk onwerkelijk nog een beetje. Ik had net nog even koffie of thee willen halen, maar je was net te laat. Ik kom niks te kort, hoor. Hallo. Nee, hè? Dag, Sjaak. Hallo. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja? Natuurlijk. Ja, Sjaak is langdradig. Nee hoor, nee. Hij is super lief voor klanten, maar hij houdt van een praatje. En het is natuurlijk ook gewoon een bekend gezicht, hè? Ook hier. Dus of dan is hij weer buiten, of dan wordt hij gebeld. En is hij daar aan het preppen en dan komt hij daar weer iemand tegen. Dus ja, eigenlijk heb je er niks aan in de winkel. Nee hoor. Het is alleen maar kletsen. Nee, maar het is heel gezellig. Dat is ook leuk zo, de pakket. Ja. Heel leuk. Ja, mooi. Ik ben meer aan het observeren. Kijken hoe klanten weggaan. Dingen die uitgepakt moeten worden of dingen opgehaald moeten worden. Dingen nog wel eens weggebracht naar klanten toe. Dan bel je aan en dan is het zo... Hé? Wat doe jij nou? Ja, ik kom uw dingen brengen. Nou, en dan is het, oh, leuk. En hoe zit dat dan? Maar dat is juist wel soms wel eens een verrassing. Maar aan de andere kant maakt het ook leuk. Ja, ik wil graag cadeau voor een tientje, alsjeblieft. Ja. Maar jij ook verder ook wel eens... Ja, zeker. Met die meiden. Ja, goed, hè? Ja, leuk. Ik ben altijd een beetje bang geweest. Maar sinds we haar hebben, is niet normaal. Ik moet je kijken. Ik kan er eigenlijk gewoon zo aan hangen, knuffelen. Ja, je kan heel veel met haar doen. Maar het is gewoon een waanzinnig lief beest. Heel lief karakter. Ja, en ik vertrouw haar gewoon 100%. Ja, dat is het ook. Dus, hè? Hey. En ze wil altijd aandacht. Hè? Je wil altijd aandacht, hè? Dan gaan we zo even opzadelen. En dan gaat mevrouw even laten zien hoe goed ze is. Dus er staat een klein beetje druk erbovenop. Ja, dan gaat ze even terugfriemelen. Hè? Dus dat... maar als je kan gewoon naar binnen lopen, hè? Ja. Ja, gaat het? Draaien.
Kom maar. Kom maar. Nou, als je dit ziet met zonnetje erop, moet je kijken. Het lijkt me gewoon fantastisch om op je eigen paard te gaan zitten en helemaal los te gaan. Ik kan wel heel stoer voor de camera vertellen van ik ben een wijs goed. Maar dat ben ik niet. Nee. Mooi, hè? Ja, goed zo. Nou, Maya, die zie ik niet iedere dag. Ik probeer het wel te doen, maar ja, soms is dat lastig. Ja, dit doe jij goed, dit. Jij denkt, ik moet je aan het werk zetten. Zo. Met je witte schoenen. Gooi je dit even in de bak. Hoppakee. Weet je, het is ook een soort kind van je. Het is gewoon een onderdeel van de familie. Ja, daar ga ik weer, hè. Mooi, zit Jan te kijken van, ga je nou weer weg? En er zitten hier heel veel voetbalfanaten en die zitten dan op het terras. Hey, Jacques, dit, dat, zus, hoe is het? En voetbal gaat goed, hè? Ja, dat is toch fantastisch. Ja, dat vind ik mooi. Ik heb me laten vertellen dat geld niet belangrijk is, maar wel heel veel geld. Maar ja, dat is in mijn positie niet zo. Mensen om me heen, dat is voor mij rijkdom en de dingen die je mag doen. Ja, weet je, ik was op mijn 16e jaar mijn moeder verloren. Ja, dat is dan iets wat je, ja, wat niet in je koude kleren gaat zitten. Dat was mij alles. Dat ben je kwijt, hè. En voorgoed. Mijn moeder heeft altijd gezegd, jij komt er wel. En ik heb tegen haar gezegd, ja, voordat zij echt overleed, heb ik echt gezegd van, mij krijgen ze nooit onder. Nooit. Of ja, er moet wat gebeuren. Maar ik zal er altijd voor zorgen dat ik mezelf, maar jou ook nog trots kan maken. Ah, dat is gebeurd. Ja, weet je. Je hebt op het hoogste niveau van Nederland mogen spelen. Is niet voor iedereen weggelegd. Maar daar ben ik gewoon ontzettend trots op. Volak schoot vanaf 11 meter. Twente naar de finale. Moet nu scoren. Polak scoort. Nou, we zijn hier in het hartje Den Haag. Dus zeg maar het Westijnse ziekenhuis. Ik heb hier een beetje slechte herinnering aan. Nou, we zijn hier in het hartje Den Haag, dus zeg maar het Westijnse ziekenhuis. Ik heb hier een beetje slechte herinnering aan, maar hier ja, is uiteindelijk mijn moeder overleden. Ja, en uiteindelijk hebben we hier ook onze oma teruggevonden, want die heeft zelfmoord gepleegd. En ja, als jij hier komt. Ja, dan komen natuurlijk al die filmpjes die komen weer door. En in je hoofd, ja, dan heb je toch zoiets van, ja, dan moet je slikken. We hebben toch wel zelf hoop moeten doen na het verlies van onze moeder. Ja, en mijn oudste broer die werd er wel wat sterker van. En hij probeerde me altijd wel te steunen. Ja, met mij ging het toen wat minder. Helaas. Maar ja, ik ben blij dat we toch nog zo terecht zijn gekomen. We zijn compleet. In ieder geval, weer wat basisafspraken hebben we erop gezet. Maar dit resultaat is winnen. Gelijkspel hebben we niks aan, maar we gaan gewoon voor de winst spelen. Vergeet niet dat je zelf ook in die kampioenspoel zit. Niet vergeten, meiden. Want jullie kunnen het gewoon. En geloof me, ze zijn bang. Iedereen weg? Alleen El nog. Zit ze nou weer op de pot? Ellen!
Afknijpen! Meiden, laat hem gillen! Laat hem gillen! Niet druk maken! Ze weten het niet meer. Kom aan, gewoon lekker voetballen! Hij heeft ook wel een beetje een temperament, maar dat zijn we wel van hem gewend en dat moet ook af en toe. Hey! Scheidsrechter, joh! Hey! Het is altijd een voordeel als het een topclub is. Altijd. Kap er nou eens gewoon mee, joh. Trainer, tandje minder. Hier hebben we voor gewaarschuwd, meiden. Counterploeg! Voetbalt niet! Counterploeg! Kom, kopjes omhoog! Gaan we weer! Come on! Hij staat altijd te schreeuwen. Je kan echt op hem bouwen. Als het eventjes niet loopt en hij gaat even schreeuwen, dan worden we eventjes op onze plek gezet. Dat maakt hij scherp. We zijn zelf te lief! Come on! Gewoon doorgaan! Ik denk dat betrokken een heel goed woord is, wat hem heel goed omschrijft. Heel betrokken als trainer in het spel. Maar als jij naar binnen komt, moet je kijken waar ze staat. Ketan. Ketan. Dan flikken gewoon die bal eroverheen. Ja, dan gaat het een keer fout. Jammer dan. We kunnen Louise brengen in plaats van buitenspel. Zo. Hey, buitenspel. Hé, hey, joh! Het is buitenspel! Hé, hey, Gijs! Hij is 4 meter, staat ze erachter! Hé, hey, Gijs! Het is 4 meter, man! Ja, ja. Ach, scheids! Hé! Hey, dit is gewoon buitenspel! Ja, kom op, hé! Jij ziet het toch zelf ook? Ja, dat snap ik. Dit is buitenspel. Dit is 4 meter buitenspel. Je ziet het zelf ook. Kom op, man. Ik zou gaan zitten. Dit is gewoon 4 meter buitenspel. Ik snap het, maar je hebt dadelijk echt alleen jezelf ermee. Wie, ik? Ja, jullie allemaal. Zij krijgen 1 moment en die zitten gelijk in. En dat is in mijn optiek gewoon 4 meter buitenspel. Mooi. Ze zijn gewoon goed weggekomen. Maar goed, dat is weer een voordeel van een topclub. Echt meiden, wat ben ik trots. Ongelooflijk. Gewoon heel goed gedaan. Maar we kunnen hem ook gewoon bewaren voor 5 juni. Ze komen zichzelf wel tegen. Echt waar. Come on, come on. Je denkt dat je het allemaal maar kan dragen. Maar je doet groter als dat je bent. Maar ik probeerde gewoon mijn broertjes te helpen. Gewoon ervoor te zorgen dat ze niet honger lijden. Dat ze gewoon kleding dragen. Maar dan komt de kinderbescherming. Ja, maar je bent minderjarig en ze mogen niet bij jou wonen. En nou, toen werden we uit elkaar getrokken. De ene ging bij opa en oma slapen. De ander die ging bij een tante slapen. Dat ik dus een baantje had, heb ik een kamer gehuurd op Scheveningen. En toen ben ik daar voor mezelf gaan wonen, want ik trok het allemaal niet meer. En dat is wel mijn redding geweest. Want als ik dat niet had gedaan, ja, dan had ik denk ik een heel groot probleem gehad. Iedereen kreeg van zijn dierbaren en familie en vrienden allemaal mooie succeswensen en hele lieve berichten. Dus ja, dat komt dan wel heel erg binnen. Want ja, je zit dan zo met z'n allen in die focus en ja, je leeft naar die wedstrijd toe. En dan dat je van die mensen dan zulke woorden hoort, ja, dan breek je wel eventjes. En heel veel succes. Kom op, dames, pakken die benen. Hé, hey, Sjaak, jongen, je hebt het eigenlijk wel mooi versierd, hè? Hier kon je, want moest je de vrouw wel van je lijf afhalen. Je hebt dan verdomme een heel dameselftal. En dat dameselftal bestaat er uit 23 vrouwen. Je hebt het eigenlijk maar zwaar, jij, hè, jongen. Hé, hey, maar even zonder gekheid, even die wedstrijd winnen. En je bent weer kampioen van Nederland geweest, dus hou me zo. Ik hou van je. Hoi. Ja, en als je dan dat soort beelden voorbij ziet komen, met name ook je oude baas, ja, die dan zo over je spreekt. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Ja, en dan heb je nog meer zin om naar zo'n wedstrijd te gaan. Ja, net zo emotioneel als jullie. Heel zwaar seizoen geweest. Aan het einde
zag je mijn oude baas, Peukie, waar ik uiteindelijk in de keuken heb moeten staan. Ik was voor voetballen. Mijn tijd was ik kok. Ik heb met de perspleuris moeten werken, om het maar zo op zijn haast te zeggen. En het voorrecht gehad dat ik geluk heb gehad dat een trainer mij nodig had op het veld om profvoetballer te worden. Ik heb niet veel verdiend, maar ik heb het altijd met volle overgave gedaan. Jullie doen precies hetzelfde. Daarom is dit mooi dat dit soort mensen het zo waarderen wat ik gedaan heb. Maar ik kan je één ding vertellen. Ik waardeer met mijn staf, met mijn mensen, waardeer enorm wat jullie doen. Voor ons, de staf, de club, de mensen en iedereen. En één ding, wij gaan met z'n allen ADO trots maken. We gaan de beuk erin gooien, meiden. We gaan er naartoe. We vreten alles op wat we tegenkomen. Net Pac-Man. Hup, alles weg. Dus we gaan daarvoor. En laten we gewoon er alles aan doen. Dan kun je jezelf en elkaar nooit de schuld geven. Nogmaals, ik ben trots op jullie. Zeker. We gaan dadelijk eten. En dan fluitsignaal los en eten. Nog een keer eten. Net zolang totdat iedereen op is. En die beker moet mee. Eén ding wat telt, beker moet mee. Ik wens jullie echt ongelooflijk veel plezier en succes. En haal die fucking beker naar Den Haag met z'n allen. Sommige mensen zien hem als een arrogant iemand. Wat hij totaal niet is. Het is gewoon een vrij open man. Een open boek. En hij zegt gewoon waar het op staat. En hij heeft gewoon geen blad voor zijn mond. Het is zoals het is. En als het niet zo is, geeft hij het ook toe. Het is totaal geen slijmbal. Hij wil het doen op zijn eigen krachten. En dat vind ik het mooiste van mijn broer. En dat respecteer ik echt. Ja. Ja, het is een goede man. Ja. Dit is zo'n beetje de laatste kans. ADO krijgt die bal niet meer in de 16. En dan is het afgelopen en wint PSV. En dus is de teleurstelling groot. Want een finale verliezen die je had kunnen winnen, doet misschien wel extra pijn. Je hebt alles gegeven. Er valt niks te verwijten. Dus tranen drogen. Tranen weg. We hebben gewoon een fantastische seizoen gehad. Ja, het is gewoon een geweldige 2 jaar geweest. En ja, ik hoop dat er nog een heel mooi derde jaar aan zit te komen.